Ja, Matthias Diependalen van de N-VA, de fractieleider van de N-VA, is komen aanschuiven, meneer Diependalen. Ja, veel ongerustheid over de gevolgen van de Brexit. 28.000 jobs op het spel, horen we zeggen, 16.000 bedrijven. Bent u nu gerustgesteld door het antwoord van de minister-president als u een vraag naar zijn inschatting van de situatie? Ik hoor hem twee keer zeggen, ik vrees de chaos als er geen deal komt. Ja, geruststellend is dat allemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Maar dat heeft voor alle duidelijkheid ook niets te maken met de minister-president zijn inschatting of zo. Het is de situatie zelf die zorgt voor... Maar een inschatting, ja, uiteraard. En dat is het antwoord dan? Ik moet eerlijk bekennen, op het moment dat ik deze morgen die vraag had ingediend, had ik gehoopt dat er tegen de middag al wat meer informatie zou zijn. Maar die was er eigenlijk nog niet. Alles hangt nu af, ligt in de handen van de Britse politiek. Ja. Op dit moment zitten de ministers daar samen. Ja, terwijl we dit gesprek opnemen, zitten ze samen. Ja. En dan is het eigenlijk nog niet afgelopen. Het Britse parlement, het Europese parlement. En dan zijn er nog talloze Britten die eigenlijk een tweede referendum willen. Wat dat allemaal wordt, dat weten we niet. Maar wat we wel weten, is dat er vandaag onzekerheid is. En als er iets is wat financiële markten niet graag hebben, als er iets is wat bedrijven niet graag hebben, is het onzekerheid, hè? Absoluut, en die onzekerheid is er al veel te lang. Die is er al 2 jaar. Die financiële markten trouwens, die hebben dat de laatste weken ook laten zien dat men hier ongerust over is. We kunnen alleen maar hopen dat het de komende dagen verbetert. Want dat was natuurlijk de reden voor de vraag, is het feit dat er nu eindelijk voor de eerste keer echt wel een lichtpuntje is. Het is nog niet binnen, maar het is al zichtbaar. Het lijkt bereikbaar. Er ligt de douane-Unie. Inderdaad, er ligt een akkoord op tafel dat het minst slechte is van alle slechte hypotheses. Ja, die douane-Unie, ik hoor de minister-president ook zeggen, dat zal dan zonder grenscontroles zijn, zonder taksen aan de grens, geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. En hoor ik hem zeggen, er komt een informatiecampagne, want de meeste Vlaamse bedrijven die zijn dat niet gewoon, die kennen geen douaneformaliteiten, exporteren binnen de Unie. Dat is absoluut de verdienste van deze Vlaamse regering, van de minister-president in het bijzonder en zijn kabinet, die zich echt voorbereid hebben op alle mogelijke situaties. Dus men heeft van in het begin dat die Brexit er was, heeft men de zwaarte, het belang daarvan ingezien. Heeft Vlaanderen zich dan ook voorbereid en alles in het werk gezet om... U zegt voorbereid, die campagne moet nog beginnen. Ja, inderdaad, maar je kan natuurlijk die campagne maar starten op het moment dat die ook nodig is. Hè. Als er morgen nog een andere deal uit de bus komt, of helemaal geen deal, dan is het een andere campagne dat je moet gaan voeren. Dus ik zeg dat we voorbereid zijn op elk mogelijk scenario en dat nu ergens zijn beslag moet gaan kennen. Het is inderdaad zo dat ongeveer 16.000 bedrijven in Vlaanderen daarbij betrokken zijn, die hiermee te maken gaan krijgen. Heel wat van die bedrijven hebben geen ervaring voor douaneformaliteiten te doorlopen. Hebben geen ervaring met aanschuifrijen aan de havens. Hè. Zeebrugge, Antwerpen, Gent. Die voeren allemaal uit richting Oostende. Die voeren allemaal uit richting het Verenigd Koninkrijk. Dus al die bedrijven gaan dat opnieuw moeten leren. En de Vlaamse overheid staat klaar om die ondersteuning te bieden. Het zal wel snel moeten gaan, hè, want maart, absoluut, dat is er zo. Absoluut, helemaal mee eens. Maar vandaar dat het ook belangrijk was dat de Vlaamse overheid zich ten gronde heeft voorbereid op elk mogelijk scenario. En alles wat er nu uit de bus komt, we hopen dat het die douane-Unie zal zijn. Ik denk dat dat de minst slechte oplossing is, zoals gezegd. Maar ook op de andere uitkomsten van de... Stel je voor dat het toch nog geen deal zou zijn. Ja, ik hoor de minister-president zeggen, vrijdag leg ik op de ministerraad een plan voor dat scenario, het allerslechtste scenario, zeg maar. Dan verwacht u toch in het parlement nog een beetje uitleg daarover, neem ik aan. Uiteraard, dan gaan we daar opnieuw vragen over stellen, dat wel. Maar ik denk dat het de absolute verdienste is dat die plannen er zijn. We zijn op alles voorbereid. De Vlaamse ondernemingen zullen zoveel als mogelijk ondersteund worden. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat die Brexit op zich een verlies, een economisch verlies, een welvaartsverlies zal blijven betekenen. Dat gaan we moeilijk kunnen ondervangen. We kunnen alleen maar zorgen dat we dat zo beperkt mogelijk houden. Wel, bijna twee maanden geleden, is de Vlaamse levende export uitgereikt voor bedrijven die zich verdienstelijk tonen op het vlak van export. Het exportagentschap Flanders Investment and Trade heeft toen op kanaal Z Vlaamse bedrijven opgeroepen afzetmarkten te gaan zoeken buiten de Europese Unie, buiten Groot-Brittannië, om dat eventueel op te vangen. Het moet dan maar op die manier? Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we sowieso onze economische groei in stand moeten houden. En sowieso kunnen we daarvoor op zoek gaan naar andere markten. Het gaat ongeveer om een bbp-verlies van 2,6% in het slechtste geval. Dat zijn 28.000 jobs. Er wordt op dit moment ongeveer voor 28 miljard uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. Voor Vlaanderen is dat gigantisch. Dat is ongeveer evenveel als dat bijna evenveel als Frankrijk uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. Dat toont maar het belang voor Vlaanderen. Ik denk dat de financiële markten die hier nu op reageren, dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met die Brexit. Het heeft te maken met onzekerheid natuurlijk. Hè? Inderdaad, maar ook nog andere geopolitieke zaken die spelen met betrekking tot China, met betrekking tot de Verenigde Staten en dergelijke meer. Maar mochten we dit probleem al kunnen wegnemen, ben ik er zeker van dat we toch al voor een groot deel de rust kunnen laten terugkeren. Ja, moet de Vlaamse regering, want u zegt nu, ja, ze heeft alle mogelijke scenario's voorzien en speelt daarop in de vorm van informatiecampagnes en andere middelen om daar dan
met helpen, maar moet de Vlaamse regering zich ook niet wat meer bekommeren over Vlamingen die nu eigenlijk al jaren in Groot-Brittannië wonen, werken, leven en vandaag even goed in die onzekerheid zitten? Absoluut, maar dat doen we ook, hè, voor alle duidelijkheid. Op welke manier gebeurt dat vandaag? U haalt recht aan dat het probleem niet alleen economisch is. Het gaat niet alleen over bedrijven die exporteren. Het gaat ook over samenwerking met universiteiten, met onderzoeksinstellingen. En inderdaad ook gewoon mensen die daar wonen en werken. Studenten die op Erasmus willen gaan. Wat gaat met hen gebeuren? Ook dat zit er allemaal in. Maar we hebben met deze Vlaamse regering, ik denk ongeveer een jaar en een half geleden, hebben we ook een visie aangenomen van hoe wij als Vlaamse overheid dat precies zien. Hoe we die zaken best ondervangen. En dat staat er ook allemaal in. En concreet, wat gebeurt er nu voor mensen die daar wonen? Dat gaan we moeten zien, welke hypothese zich uiteindelijk tot realiteit maakt. Hè. Wat gaat er nu precies gebeuren? Want die douane-unie is maar een klein onderdeel van een 400-pagina tellend akkoord. En daar zitten nog heel wat andere zaken in. Dus we gaan vanuit de Vlaamse overheid moeten kijken hoe we op al die verschillende concrete zaken reageren. Zowel voor bedrijven die hier zijn, mensen die hier zijn, als mensen die daar wonen. Uiteraard, absoluut. Maar sowieso blijft een hoog niveau van samenwerking absoluut prioriteit voor ons. Oké, dat is op te volgen. Bedankt voor dit gesprek. In elk geval, Matthias Diependalen, blijf bij ons, beste kijker, want we gaan het straks hebben over het onderwijs en de toepassing van het M-decreet. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.